Hallo jongens en meisjes van groep 5. Nou, nu zien jullie mij voor het eerst. Ik ga met jullie de spellingsles doen van vandaag van blok 7, week 1, les 1. En die gaat over het colawoord. Maar we gaan eerst even beginnen met gewoon wat klankgroepenwoorden. Als je het leuk vindt, dan pak je even een papiertje en dan mag je meeschrijven. Doe dat maar niet in je schrift, want dat doen wij normaal gesproken ook niet. Dus je mag meeschrijven, hoeft niet. Maar we gaan wel de klankgroepen doen. En het eerste klankgroepenwoord wat we gaan doen is het woordje technieken. Doen jullie mee? Technieken. Klankgroep is tech. Laatste klank is de H, dat is een medeklinker. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. Maar ik heb ook nog nieken. Nieken. Klankgroep is nie. Laatste klank is de I. Dat is een tweetekenklank. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. Technieken. Het woord is politie. Doe maar mee. Politie. Klankgroep is po. Laatste klank is de o. Dat is een tweetekenklank. Ik haal een stukje van de o af. Politie. Li is een kilowoord. Ik hoor de i, maar ik schrijf de i. En als laatste zie. Politie. Politie is ook natuurlijk een politiewoord. Zie op het eind, maar ik schrijf zie. Gaan we naar het woord karretjes. Doe maar weer mee. Karretje. Nou, klankgroep is K. Laatste klank is de A. Dat is een korte klank. Dus ik schrijf de R dubbel. En het is ook een verkleinwoord. En verkleinwoord karretje is utje. Maar ik schrijf etje. Goed, dan gaan we naar de volgende. Compliment. We gaan hem eerst in klankgroep delen. Compliment. Klankgroep is kom. Laatste klank is de m. Dat is een medeklinker. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. Pli. Kilowoord. Mens. Langemaakwoord. Complimenten. Dan hoor ik dat ik een ts moet schrijven. Kom. Pli. Mens. En het was in het begin een colawoord. Want die gaan we vandaag oefenen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even met wat werkwoorden bezig. Ik zeg een werkwoord. Een zinnetje, een heel kort zinnetje. En dan wil ik van jullie graag weten, is het tegenwoordig tijd of is het verleden tijd? Komt de eerste. Schraapt hij... Heel goed, tegenwoordige tijd. De volgende. Ik groef. Groef is verleden tijd. Opa en oma hebben geschept. Hebben geschept. Dat is niet tegenwoordige tijd, maar ook geen verleden tijd. Wat is het dan wel? Het is voltooide tijd. Want er zitten twee werkwoorden in. Hebben, geschept. Gaan we naar de volgende. Bob schropte. Verleden tijd. Zij veegt. Tegenwoordige tijd. En de laatste. Heb jij geharkt? Het is inderdaad geen tegenwoordige tijd, geen verleden tijd, maar voltooide tijd. Heb gehad.
Goed, jongens en meisjes. En dan gaan we naar de nieuwe categorie. Het kilowoord. Zeg ik verkeerd. Het cola-woord, sorry. Nou, je ziet al op het plaatje dat het poppetje aan het cola drinken is. En dit is de animatie erbij. Kijk mee. Die kun je ook altijd nog vinden in onze klasroom. Cola-woord. Ik hoorde k, maar ik schrijf de c. Nou, dan heb ik hier ook al twee cola-woorden opgeschreven. Ik weet niet of je het goed kan zien van die afstand. Ik zal het hier ook nog even opschrijven. Code. Eerste cola-woord. Je hoorde op het filmpje al cola-woord. Je hoort de k, maar je schrijft de c. Nou is code o klankgroepenwoord. Lange klank. Ik haal een stukje van de o af. En de cabine staat er ook nog. En cabine is ook een cola-woord. Cabine. Bi-kilo-woord. En dat zijn woorden met de C. Dus je hoort de K, maar je schrijft de C. Goed, we gaan met het tiktee beginnen. En let dus ook even op, want er kunnen cola-woorden in voorkomen. Denk dan even weer aan het filmpje. Goed, als je het dictee maakt, zorg even dat je je schrift hebt, je potlood, een gum eventueel. En misschien alvast een nakijkpen, als we het samen gaan nakijken. Je kunt het filmpje gewoon steeds even stilzetten. Als ik te snel ga met de woorden, zet je hem ondertussen even op pauze. En dan ga je daarna weer verder als je het woord hebt opgeschreven. Gaan we beginnen. Het eerste woord. Ik ben erg benieuwd. Schrijf op benieuwd. Tweede woord. Hij maakt de foto. Schrijf op de foto. Derde woord. Hij is erg heldhaftig. Schrijf op heldhaftig. Maar dat is erg gevaarlijk. Schrijf op gevaarlijk. Het vijfde woord. De situatie die er nu is, is niet zo heel leuk. Schrijf op de situatie. En de laatste. Ik heb de code nodig. Schrijf op de code. Goed, dan ga ik eerst even de zin zeggen. Hoeven jullie alleen nog maar mee te tellen. Hoeveel woorden heeft de zin? Daar komt ie. Enkele zwijnen leven in het natuurgebied op de Veluwe. Hoeveel woorden waren dat? Oké. Nou, ik ga hem nog één keer zeggen. Dan zeg je hem na en dan schrijf je hem op. Enkele zwijnen leven in een natuurgebied op de Veluwe. Oké, schrijf maar op. Goed, dan ben ik eerst eens even benieuwd van de zin. Wat is nou de persoonsvorm in de zin? De persoonsvorm is het werkwoord dat verandert als je hem in een andere tijd zet. Nou, als de zwijnen niet nu leven, dan leefden ze. Dus leven is de persoonsvorm. Heb jij ook nog woorden met een hoofdletter geschreven? Als het goed is, zijn dat er twee. Gaan we straks naar kijken. En aan het einde van de zin, een punt natuurlijk. Goed,
Nou, gaan we de woorden nakijken. Ik ga het eerst even zo de woorden doen. Ik hoop dat het er allemaal op past. Pak even je nakijkpen, potlood. En dan gaan we beginnen. Het eerste woord was benieuwd. Nou, be is natuurlijk een voorvoegsel. Benieuwd, ik hoorde e, maar ik schrijf de e. Dan is het ook een eeuw-eeuw woord. Ik denk aan de e. En als laatste een lange maakwoord. Als ik het woord lange maak, hoor ik of ik een de of een t moet schrijven. Benieuwde. Zouden we niet helemaal zo zeggen, maar toch is het met de letter de. Gaan we naar de volgende. De foto. Nou, foto is een klankgroepenwoord. Laatste klank is de O. Dat is een lange klank. Ik haal een stukje van de O af. En bij to, de laatste klank is ook een O. Dus daar haal ik ook een stukje van de O af. Gaan we naar heldhaftig. Heldhaftig, daar hoor ik al een samenstelling. Heldhaftig. Held, lange maakwoord. Haftig, klankgroepenwoord. En een achtervoegsel. Dus, held. Of een deur op het eind. Held, helden. Haftig. Laatste klank is de f. Medeklinker. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. En tug. Achtervoegsel. Ik hoor ug, maar ik schrijf ich. Gevaarlijk. Ge. Een voorvoegsel. Vaar. Luk, een achtervoegsel. Dus een voorvoegsel en een achtervoegsel. Ge, ik schrijf de e. En luk, ik schrijf lijk. De situatie. Si, tu, a, si. Dat was een lastige. Gaan we eerst even... Eerst naar si. Si is een kilowoord. Ik hoor de i, maar ik schrijf de i. Tu is een klankgroepenwoord. Laatste klank is de u. A is ook een klankgroepenwoord. A, laatste klank is de a. Si, tu, a. En als laatste, si is een kilowoord. Ik zei het verkeerd. Natuurlijk geen kilowoord, een politiewoord. Si, tu, a, tsi. Ik hoor tsi, maar ik schrijf ti. En de laatste, nou dat was natuurlijk de categorie van vandaag. Code. En code is een colawoord en dat is categorie 18. Maar code... O is ook een klankgroepenwoord. Laatste klank is de O, dus ik haal een stukje van de O af. De code. Goed, nou dit waren de woorden. Heb je ze nog niet nagekeken, zet je pauze, filmpje even op pauze. Gaan we naar de zin. De zin. Enkele zwijnen. Nou, ik begin met enkele met een hoofdletter. Het begin van de zin. Enkele. Enkele plankwoord. Enkele zwijnen. Zwijnen. Staat hij op de ei-plaats? Een zwijn? Nee. Dus met de lange ei. Enkele zwijnen. Leven. Leven, klankgroepenwoord. E is een lange klank. Ik haal een stukje van de E af. En de F van leef... verandert bij leven, want dan wordt het een h. In het natuurgebied, in het natuurgebied. Natuur is van de
klankgroepenwoord van de A-lijst. Natuur. Ge, voorvoegsel. En biets. Ik hoor op het eind een de of een ts. Nou, ik hoor een ts. Maar ik moet weten of, het een met je, of je het met een de of een ts schrijft. En het zijn gebieden. Dus dan weet ik dat ik het met een de schrijf. Enkele zwijnen leven in het natuurgebied op de Veluwe. Nou, Veluwe is de naam van een gebied. Dus Veluwe moet met een hoofdletter. En een punt, niet te vergeten. Kijk even goed. Zet anders het filmpje op pauze. Enkele zwijnen leven in het natuurgebied op de Veluwe. Nou, dit was blok 7, week 1, les 1. Tot de volgende video.